Woninginbraken. Ja. Blijft iets van alle tijd. Ik heb net grafiekjes gezien. Die zijn eigenlijk best wel heel laag. Probleem voorbij? Nee. Definitely niet, zeg maar. Elke woninginbraak is er één te veel. Het moet je maar gebeuren. Ik heb het zelf gelukkig niet gehad. Ik spreek niet uit ervaring, maar ik weet wel, ik heb de ellende gezien. Dus elke woninginbraak is er één te veel. En we weten ook, als we nu kijken naar de komende maanden, dan verwachten we een stijging. Waarom? Mooi weer, lekker deurtje open, in het tuintje, toch boven nog even de was ophangen. En dan staat die deur open. Zonder toezicht. En dat is wel de mooie kans voor de inbreker om even binnen te komen. Dus nee, het is definitely niet voorbij. Want dat zie je eigenlijk in de zomermaanden, dat het gelegenheid is en insluipingen zijn. Heel veel, ja. We verwachten ook echt een stijging. Hebben we de afgelopen jaren ook gezien. En dat willen we graag voor zijn. Dus we hopen samen met de burgers, dus bewoners, doe je deuren dicht. Als je naar boven gaat, toch even net die knip erop. Als je op vakantie gaat, vraag aan je buren. Meld het in ieder geval dat je op vakantie gaat. Zorg dat ze weten dat je weg bent. Vraag de buren om na 3-4 dagen even een kopje koffie op het aanrecht te zetten of op de tafel. En die na 2 dagen weer weg te halen. Zorg voor verandering in huis. Laat lampjes branden. Het klinkt misschien als veel werk, maar je bent er echt blij mee dat als je terugkomt, dat je de deuren moet luchten omdat er niemand binnen is geweest. Dat is het goede gevoel wat je moet hebben na de vakantie. Ja, want inbrekers, insluipers in vakantietijd, die letten echt op de dagen van tevoren. Ja. Of er iets verandert aan de lamellen of de gordijnen. Nou, dat. En ze zien mensen gewoon auto's inpakken. Ze zien mensen met koffers vertrekken. Het is vaak heel goed te zien, goed te observeren. Zeker de mensen met een caravan die vaak al dagen van tevoren aan het inpakken zijn. Nou, hoe duidelijk kun je het hebben? En dat is prima. Hè? Die lol moeten we vooral ook hebben. Maar zorg er dan voor dat je buren goed oppassen. Zorg dat je zelf goed afsluit en laat je buren je gewoon helpen. En bel 112. Als je iets raars ziet bij de buren in je straat, wat je niet gewend bent, bij de overburen, dat je denkt, hé, die zijn op vakantie, de brand boven ligt, bel 112. Doe het. Als je rare mensen ziet rondlopen die je niet vertrouwt, rare bewegingen ziet maken rondom auto's, dan wel bij woningen, bel 112. En als ik dan voor niks gebeld heb, is dat erg? Nee. Dan komen we een keer, dan hebben we een praatje met u. Ook helemaal gezellig. En dan gaan we daarna gewoon weer door. Inbrekers, komen die nou altijd met voorbedachte raden? Of is het ook op basis van wat ze zien en dat ze denken van, hé, dat is misschien wel interessant om mee te nemen? Nou, er zijn twee soorten. Er zijn echt voorbedachte raden mensen die echt plannen. Maar we hebben ze ook die gewoon langslopen en denken van, hé, dat is interessant. Daar staat een laptop, daar ligt een camera, daar ligt een smartphone. Wie heeft hem niet? Legt hem even op tafel neer. Deur open, je kan er zo bij. Meenemen, wegwezen. Gelegenheidsdieven hebben we nog steeds. Erg makkelijk. Ik begreep ook dat het ook momenteel vaker voorkomt dat bijvoorbeeld mensen die aan het werk zijn, aannemers, met onderhoud bezig, en dat die gereedschappen kwijtraken. Ja, busjes open laten staan. Heel logisch, hè? Je bent aan de klus, dus heen en weer lopen van de klus naar je auto en weer terug. En de auto ondertussen open laten staan. Duur gereedschap erin. Ja, ook dat zien jongelui, andere inbrekers. En die nemen het gewoon mee, terwijl jij net even binnen bent. En je bent wel je dure boormachine, wat dan ook, kwijt. Het gebeurt.